Hallo allemaal. In mijn vorige video konden jullie zien dat de mais op het land gehakseld werd en dat de hakselaar gigantisch vast kwam te zitten. En in deze video laat ik zien dat de mais aan de bult wordt gezet. Hier wordt de eerste vracht leeggedraaid. En dan even later dan arriveert ook de shovel. Die komt de maiskuil aanrijden. De mais wordt eerst goed verdeeld en dan laagje voor laagje goed aangereden, zodat er zoveel mogelijk lucht uit die mais geperst wordt. Want het is belangrijk om de maiskuil zuurstofarm op te slaan en te bewaren. Een goede conservering van de mais is dus ook heel belangrijk. En daar wil ik in deze vlog ook wat meer aandacht aan besteden. En zo dadelijk dan zien jullie in de video ook een man die een en ander vertelt over een toevoegmiddel wat tijdens het maishakselen door de mais heen komt. En zo zien jullie in deze vlog afwisselend beelden van dat de mais aan de bult gereden wordt en goed aangereden wordt door de shovel. En de uitleg van de meneer over een bepaald product. We zijn hier bij boer Gerrit. Die heeft vrijdag de maiskuil gemaakt. Is ook al netjes afgedekt. En de reden dat ik mijn verhaal hier doe is dat Gerrit ook in zijn maiskuil de Magniva Platinum 1 als toevoegmiddel gebruikt heeft. En waarom gebruikt Gerrit dat als toevoegmiddel in deze kuil? Omdat Gerrit geen broei in de kuil wil. En wij kunnen dat via de loonbedrijf, wordt dit toegediend tijdens het maishakselen. En dan is de kuil eerder stabiel, dat er geen ongerechtigheid in komt, dat er broei ontstaat bij het voeren. Zolang de kuil dicht zit, gebeurt er niks mee. Gerrit heeft ook vrijdagavond de kuil direct afgedekt, wat zeer belangrijk is voor een goed resultaat, dat die koeien een smakelijke, gezonde kuil kunnen vreten. De bult wordt ook meteen over de hele lengte gemaakt. Als er een nieuwe vracht mais op ligt, Dan lijkt dat eerst wel een hele laag die er overheen komt. Maar als de mais dan wat verdeeld is, dan zit iedere keer maar een bepaald aantal centimeters. En dan wordt dat goed vastgereden. En terwijl er weer een nieuwe vracht geladen wordt, ze rijden met twee wagens, dan heeft de shovel tussendoor steeds mooi de tijd om de bult goed vast te rijden. En het is een mooi gezicht om te zien hoe ze dat doen, want ook dat is natuurlijk vakwerk. Om de mais zo te verdelen over de bult, zonder dat er ook maar een kruimel naast valt. Klasse. Ik wil mijzelf ook even voorstellen. Ik ben Evert Korenberg van Bentum Veevoeders. Wij zijn ook dealer van beter ruwvoer, die gespecialiseerd zijn op de teelt van ruwvoer in gras en mais. Wij hebben hier met de Magniva Platinum 1 de keuze gemaakt om geen melkzuur in de kuil toe te dienen, omdat mais van zichzelf voldoende melkzuur op het blad heeft. Dat betekent op het moment dat er gehakseld wordt, de melkzuurbacteriën zich vermeerderen en de kuil netjes afgewerkt wordt zoals dat hier gebeurd is, dan wordt de kuil gewoon stabiel. Maar het gaat erom bij het uitkuilen dat er geen broei ontstaat. En dat doen de Hilgardiae bacterie en de Buchnerie-stam samen. En die hebben een synergie dat ze samenwerken. Dat is best uniek. En vandaar dat er een goede smaak en geur ontstaat bij de maiskuil, bij het uitkuilen. En het is vaak een herkenbare geur van een vanille-achtige geur. En hier in beeld zien we dat de maisbult al mooi op hoogte komt en dat de kuilplaat ook bijna vol ligt. Deze vracht moet vooraan blijven, niet meer helemaal naar achteren. En we zien hier hoe de laatste vracht leeggedraaid wordt. En straks, na nog wat informatie, dan zien we hoe dat ook aangereden wordt. Ik ben hier dus als adviseur ook in de regio werkzaam. Er zijn meerdere loonwerkers die het inkuilmiddel hier in de regio ook gebruiken. Ik adviseer de loonwerkers zelf
En ook de veehouders onderweg. En dan wordt in samenwerking wordt het toegediend op de maïskolen of graskolen eventueel. Hier wordt de laatste vracht goed aangereden. En ondertussen wordt het achtereind van de bult al mooi glad geharkt. Zodat er geen kuiltjes of hoopjes zijn waardoor het plastic er niet mooi strak overheen getrokken kan worden. Tja, en dan is het zover dat het plastic over de bult kan. En dat doen we ook zo snel mogelijk, want hoe langer je wacht, hoe warmer de mais kan worden. En hier het achtereind, de oude mais, daar voelen we op maandagochtend nog even in. En we meten de temperatuur en die is 18 graden. Dit is mais van een jaar oud en de temperatuur is nog steeds 18 graden. En dat is dankzij het toevoegmiddel Platium 1. Bedankt weer voor het kijken en tot een volgende vlog.